Mevrouw van Barselen, dan heeft u weer een proefje weggegooid. Of heeft u soms meegenomen? Nee hoor, Aldo, ik kom nergens meer aan. Zo vervelend. Prima spul en peperduur alleen en dan op weg. Wat precies? Een cosmetica proefje, liftende emulsie. Vraag er altijd naar bij de parfumerie. Ben jij met cosmetica in de weer, goh? Ja, waarom denk je dat ik er anders zo jong uitzie? Roy zegt het keer op keer, die wil gewoon niet geloven dat ik de 60 al gepasseerd heb. Begin 50 schat hij me. Niet dat ik hem daarom geaccepteerd heb hoor, als betaalde logier. He, meer voor de veiligheid. En daarbij, het is een aangename kerel. En blijf zo blij van Aldo dat hij weer een vriend heeft. Een vriend? Wil u zeggen? Nou, Roy maakt anders niet indruk hoor, dat hij homo is. Nou, Driekje vroeger lust hij er wel pap van. Maar ja, mensen kan veranderen, hè. Ik weet niet precies waar hij nu op valt, hoewel. Ik heb toch sterk de indruk dat. Nou, voorlopig is het vooral gezegd. En hoe die met Gabriel is? Zo goed, hè, Gabriel? Jij bent toch ook dol op om Roy? Die speelt met je, hè? Ja, Aldo is ook altijd heel lief voor je, maar spelen. Ik speel ook met Gabriel. Jawel, maar op een hele andere manier. Een treintje, een cowboytje en spelletjes op de computer, dat kan jij niet. Je bent nou helemaal wat ouder. Als u dan maar weet dat ik het heel vervelend vind, gewoon rot dat u dat soort dingen wegmaakt. Ik maak niks weg! Die ene keer dat ik dacht dat flesje is leeg, dat was een vergissing. Volgens Aldo zat er nog een beetje in, maar dat had ik niet gezien. En dan denkt hij al maar dat ik dingen weggooi. Wat zegt u ervan? Dat is toch niet rechtvaardig? Ja, hoor eens even, hier gaan intermediëren een arbeidsconflict. Verdomme, ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ik zit met het allochtonenbeleid in mijn maag. Het allochtonenbeleid, jij? Pas de portefeuille gekregen. Ad Melkert zag mij als de aangewezen persoon. En nu wil ik een brief schrijven, want ik lig overhoop met D66. Ze hebben de minister van Grote Steden een integratie mogen leveren, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat Roger van Boksel gaat scoren. Dat rapport van hem! Kansen krijgen, kansen pakken. Iets over het inschakelen van allochtone onderwijzers in opleiding. Nou ja, godzijdank heeft in Vrij Nederland al gestaan dat van het hele plan niks terecht komt. Dus dat is prachtig. Dus het moment om vanuit de PvdA een tegengeluid te laten horen. Aan de andere kant, alleen dat artikel citeren kan niet. Dus wat kaart ik verder aan qua kritiek? Nou, Driekje, ik hoop van harte dat jullie van de regering nu eens eindelijk de handen ineens slaan. Het is 11:55 hoor. En tot nog toe heeft Den Haag bijna niks gepresteerd. En elkaar een beetje in de haren zitten over asielzoekers, meer niet. Ik ben nu wat minder bang, omdat Roy hier dikwijls is, dus ik kan er wat genuanceerder over praten. Maar dat neemt niet weg, ik zie de toekomst met grote zorg tegemoet. Ja, ben jij soms net als mevrouw van Borselen bang dat de moslims het hier overnemen? Het is paranoia hoor, Aldo. Kijk, het is natuurlijk gewoon een kwestie van tijd. Over 2-3 generaties zijn zij bij wijze van spreken net zo decadent als wij. Maar voorlopig zien ze ons als een stelletje ongelovige honden die het leven niet waard zijn. Dus wat er intussen staat te gebeuren, hè? En ik ben heus niet de enige hoor die zo denkt. Het speelt mondiaal. Jij noemt het paranoia, maar je kunt niet paranoïde genoeg zijn volgens mij. Want uiteindelijk gaat het altijd weer om hetzelfde. Van de echte grote veranderingen kunnen de meesten zich geen voorstelling maken. Ja, wat heb ik daar nou aan? Wou je soms dat we de vrijheid van godsdienst afschaffen? Nee, maar zij moeten onze seksuele vrijheid niet bedreigen. Oh, als jij een Marokkaanse knul wil pakken, moeten zij daarover staan juichen. Bedoel je dat? Wel, nee. Helemaal niet. We zijn anders genoeg tot van alles bereid, hoor, als het maar schuift. Nee, ik bedoel, ze zien ons als een losbandig zootje en zelf zijn ze zo hypocriet als de pest.